terug bij een nieuw filmpje. Op het kanaal van Vera en Camilla zag ik de high-end versus low-budget tag. En deze vond ik wel heel erg leuk, dus deze ga ik dan vandaag ook doen. Te beginnen met vraag nummer 1. Heb je meer high-end of low-budget producten in je stash? Ik heb wat high-end producten, maar mijn meerderheid is toch zeker wel low-budget. De high-end producten die ik heb zijn eigenlijk het meeste daarvan is lipstick. En daarnaast heb ik een beetje van alles wat, zeg maar. Dus een high-end mascara, high-end blush, highlighter, dat soort dingetjes. Dan vraag nummer 2. High-end of low-budget mascara? Nou, voor mij is dat niet zo moeilijk. Daar ga ik voor high-end. Sowieso omdat Dior Show Iconic Overkill mijn favoriete mascara is. Deze vind ik echt enorm fijn. Ik heb heel veel mascara's al geprobeerd en reviewed ook. Maar deze is toch wel echt mijn favoriet. Geeft superveel lengte. Separeert mijn wimpers goed. Biedt daarnaast krul. En heel lichtjes misschien volume. En daarnaast vind ik Chanel Le Volume echt een hele prettige mascara. Deze biedt gewoon heel veel volume afhankelijk van je wimpers. Ik denk dat dat bij iedereen wel verschillend is. Maar over het algemeen biedt deze mascara toch wel heel veel volume. En daarom vind ik hem ook gewoon ontzettend fijn. Dus ik denk dat deze twee mascara's toch echt wel mijn toppers zijn. Vraag 3. High-end of low-budget foundation? En nou gebruik ik over het algemeen heel weinig foundation meer. Eigenlijk alleen maar CC cream of BB creams. En mocht ik dan een foundation gebruiken, gebruik ik eigenlijk altijd de Catrice Photo Finish Foundation. En dit is dus een low-budget foundation. Helaas niet meer te koop. Is uit de schappen gehaald bij Catrice. Erg jammer, want deze foundation vind ik echt super fijn. Geeft een hele mooie dekking. Nog wel een middelmatige tot hoge dekking zou ik hem geven, zeg maar. De kleur matcht goed met mijn huid. Ik kan er eigenlijk alleen maar positief over zijn. Positieve dingen over vertellen, want ik vind hem gewoon echt heel erg fijn. Maar ja, hij is dus niet meer te koop helaas. Vraag 4. Low budget of high-end oogschaduw? Dan ga ik denk ik toch wel voor high-end. En ik heb hier een oogschaduw paletje van Dior, een kleintje, en eentje van Inglot. En nou is Inglot niet echt high-end te noemen, maar ik vind het ook zeker wel boven gemiddeld te prijzen. Want voor zo'n palet betaal je ook al snel 25 tot 30 euro. Dus dat is ook niet heel erg goedkoop, maar ik merk gewoon echt dat het pigment van de duurdere oogschaduws echt een stuk beter is. Zeker wanneer het gaat om matte oogschaduws vind ik het pigment van duurdere oogschaduw echt een stuk beter. Maar gewoon sowieso het pigment over in zijn algemeen genomen vind ik gewoon een stuk intenser. Het is gewoon meer. Zeg maar, als je een swatch maakt, zit er bij een high-end product zit er meer pigment in dan bij een low-budget product. En over het algemeen is dat ook gewoon zo bij alle make-up vind ik zelf wel. Dat is goed te merken dat high-end producten gewoon vaak wat meer pigment bevatten en dat ze daarom gewoon wel wat beter zijn. De kwaliteit is met name gewoon echt een stuk beter. En dat merk ik ook dus bij oogschaduws. Dan vraag 5. Welk product koop je altijd van een low budget merk? En dat is denk ik toch wel eyebrow pencils. Of in ieder geval spulletjes voor de wenkbrauwen in te kleuren. En ik koop eigenlijk altijd potloden van of Catrice of de Hema. Die vind ik gewoon super goed. En daarnaast gebruik ik eigenlijk iedere dag wel mijn Catrice of het Catrice eyebrow setje. Die vind ik ook gewoon super fijn. Inmiddels is de dop ook al, de deksel al van de verpakking af. Maar die bovenste kleur gebruik ik echt heel erg vaak. Onderste kleur ook wel eens, maar meer de bovenste kleur. Ja, gewoon super. Ik heb al wel eens ook over na zitten denken om Anastasia producten aan te schaffen voor mijn wenkbrauwen. Maar ergens denk ik dan bij mezelf van ik ben gewoon dik tevreden over deze low budget producten. Waarom zou ik dan zo'n high-end product aanschaffen? Ja, ik weet het niet. Misschien als ik het eenmaal geprobeerd heb dat ik over dat ik helemaal over ben. Maar goed, deze producten doen het voor mij gewoon ook hartstikke prima. Dus ik vind het wel best zo eigenlijk. En dan vraag nummer 6. Welk product koop jij altijd high-end? Vond ik een hele lastige vraag eigenlijk. Ik heb niet echt een product dat ik altijd high-end koop. Ik heb wel een product waarvan ik zeg van die staat bij mij echt voorop, zeg maar. Als het gaat om een lipstick, dan koop ik eigenlijk het liefst altijd lipsticks van MAC. Het is dat ik er niet altijd het budget voor heb.
Maar kon ik kiezen, had ik echt denk ik bijna alleen maar MAC lipsticks in mijn stash. En zou ik, ook als ik bijvoorbeeld geen beautyblogger of wat dan ook zou zijn, hè. Want nu test ik natuurlijk gewoon heel veel verschillende lipsticks en producten. Maar als ik dan kijk naar stel, en ik zou gewoon echt alleen maar make-up gewoon voor mezelf kopen, dan zou ik denk ik toch echt wel alleen maar MAC lipsticks kopen. Gewoon omdat ik de kwaliteit echt fantastisch vind. Pigment vind ik fantastisch, houdbaarheid vind ik fantastisch. Alles hieraan vind ik echt zo onwijs goed dat ik dat echt verkies boven de low budget lipstick. Het is officieel niet echt high end, maar 19 euro voor een lipstick vind ik ook niet heel erg goedkoop. Dus het ligt er een beetje tussenin. Dan vraag nummer 7, welk product had je altijd van een high end merk, maar heb je ingeruild voor een low budget merk? Dat is mijn dagcreme. En dat is niet zozeer omdat ik deze low budget dagcreme beter vind. Het is meer omdat ik niet echt het geld heb om iedere keer die high-end dagcreme aan te schaffen. En daarnaast vind ik het zo dat ik had zeg maar eerst altijd de Clinique Moisturize Super Defense. Ik weet niet precies meer welke dagcreme. In ieder geval een dagcreme van Clinique. Vond ik onwijs prettig. Deed echt heel veel goeds voor mijn huid. Zeker in combinatie met het serum. Serum heb ik overigens nog steeds. Die is nog niet op. Maar ja, de dagcreme is gewoon al lang op. En ik heb gewoon niet het budget om iedere keer 40 euro uit te gaan geven aan een dagcreme die een maand of twee maanden meegaat en dan op is. En toen kwam ik dus deze tegen van Essence. En deze is gewoon ook hartstikke mild voor mijn huid. En doet het eigenlijk ook gewoon prima. Ik merk heel weinig verschil. Ik merk wel dat deze iets vetter is. Dat ik daardoor misschien net iets meer last krijg van bultjes of hele kleine puistjes. Dat is eigenlijk heel minimaal. Dus deze doet gewoon voor mij ook gewoon hartstikke prima. Het gaat er gewoon om dat een dagcreme voor mij mild is. Omdat ik heel erg gevoelige wangen heb. Dus ik krijg heel snel rode bultjes, dat soort dingen. En dat krijg ik door deze gewoon ook niet. Dus. En het prijsverschil is heel erg groot. Want deze kost geloof ik 2 euro. En die van Clinique, dat potje, betaal je gewoon 40, 45 euro voor. Dus ja, dan geef mij deze maar. Vraag nummer 8. Van welk product begrijp ik niet dat er geen low budget variant van is? En deze vraag vond ik echt ontzettend moeilijk. Ik heb zo lang hierover nagedacht. En in de filmpjes van Vera Camilla en Masha kon je bijvoorbeeld zien dat zij highlighter zeiden. Daar ben ik het persoonlijk niet mee eens, want Als ik ga kijken naar de highlighter van de H&M, die is gewoon echt super mooi, super gepigmenteerd. Niet te veel glitters, gewoon echt een hele mooie highlighter. Nu heb ik ook een highlighter op waarvan ik zeg van, nou die vind ik echt super goed. Je ziet hem gewoon hartstikke goed zitten. Echt niets mis mee. Deze is dan wel van Essence uit een limited edition die dan weer niet in Nederland te koop was. Maar dan denk ik van, ja, er zijn echt wel, als je goed kijkt en goed zoekt, zijn er echt wel goedkope, dus low budget highlighters op de markt. Ja, en verder kon ik eigenlijk geen product bedenken dat ik dacht van, nou, ja, verder vind ik er is eigenlijk overal wel een goed low budget product van. Ja, ik kan echt, ik ga nou ook weer zitten denken, maar ik kan gewoon echt niks bedenken. Ik kan het gewoon, ja, ik weet het niet. Voor mij persoonlijk niet althans, dus ja, volgende vraag. Vraag nummer 9 dan alweer. Er is geen luxe merk wat aan dit low budget product kan tippen. Vond ik een hele lastige, maar ik denk dat ik dan toch ga voor concealer. Ik ben namelijk dol op deze twee concealers. De ene is van Essence en de andere is van Catrice. En die dekken voor mij gewoon echt super goed. Ik heb er ook een van Yves Saint Laurent. Ben ik niet heel erg tevreden over. Gewoon normaal als je kijkt naar foto's en video's, dat soort dingen. Zeg ik ja, dan is het echt bijna wel een must om te hebben. Maar gewoon voor het dagelijks leven, nee, absoluut niet. Ik denk gewoon echt de low budget concealers zijn vaak ook in mooie lichte kleuren. De dekking is gewoon prima en ik vind ze gewoon hartstikke goed. En dan alweer natuurlijk de laatste vraag. Vraag nummer 10. Verwen jij jezelf liever met 10 low budget producten of met 1 high end? En ik denk dat ik hier heel erg in veranderd ben. Eerst was ik echt van de low budget producten. Dacht ik, hoe meer hoe beter. Maar nu tegenwoordig denk ik toch wel, geef mij maar liever 1 goed product. Dus ga ik liever voor 1 MAC lipstick. 1 gewoon een wat duurder, kwalitatief goed
product. Ergens ook wel weer lastig, omdat ik niet per se vind dat high-end altijd kwalitatief goed is. Maar ik denk toch wel dat ik, als ik voor een product zou gaan, dat ik voor een high-end product zou kiezen. Bijvoorbeeld voor een high-end foundation of voor een, gewoon iets, één high-end product. Omdat ik merk gewoon dat ik de low-budget producten een stuk minder gebruik. Ze zijn leuk om te hebben en dan denk ik, oh ja, ik heb er heel veel van. En dan denk ik, oh wauw, ik heb een leuke stash, maar ik gebruik het gewoon heel weinig. En dat vind ik dan echt heel erg zonde. Dan heb ik gewoon liever echt een wat duurder product wat ik gewoon uiteindelijk echt gebruik. Dat was het tag alweer. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik wil je hartelijk bedanken voor het kijken. En wil je hem overnemen? Neem hem natuurlijk gewoon over. Ik tag hierbij gewoon iedereen. En dan zie ik je heel graag natuurlijk de volgende keer weer terug op mijn kanaal. Doeg!